Ze blijven smaken, hè, Trui? Treze delicatesse. Mag het ook, hè? Ik heb trouwens sensationeel bericht. Dat heb ik je nog niet verteld. Niet verteld? Ik ben gevraagd. Ja? Voor de Playboy. Nee, het is niet waar. Jazeker. Ja. Oh, om een blootje te gaan poseren? Nee, om hem te bezorgen. Oh, leuk. Zeg, Tris, ben jij al eens naar een schoonheidsinstituut geweest? Nee, dat is niks van mij. Schoonheidssalon is niet aan mij besteed, hoor. Nee. Nou, ik hou er ook niet zo van, hoor. Maar mijn buurvrouwtje Kind, die zweert erbij. Oh ja? Jawel, je gaat er 2 maal in de week naartoe. Is ze zo lelijk? Wat heet? Als ze binnenkomt, gaat de kachel uit. Oh, heb ik nog niet verteld. Nee? Ik neem altijd 2 keer in de week een schuimbad, hè. Dus ik zit voor de week, zit ik lekker, ja, het is goed voor je tent en zo, en je krijgt er een zachte huid van. Dus ik zit zo ineens in mijn badkamer en zie ik ineens voor het badkamerraam het hoofd van de glazenwasser omhoog komen. Huh? Een foyer? Nee, de glazenwasser. Dus ik zit zo, maar hij doet net alsof er niks aan de hand is, begint gewoon de ramen te lappen. Ja. Ik denk, zit hij me nou zitten of zit hij me nou niet zitten? Ja, natuurlijk. Dus ik stap mijn bad uit. Oh, ben je toch durf je? Ja, ik moet zekerheid hebben. Ja, wat heet? Dus ik sta zo, maar hij gaat gewoon door, dus ik doe een stapje dichterbij en reageert niet. Op een gegeven moment sta ik vlak voor dat badkamerraam, schuift hij ineens het raam omhoog, zegt hij tegen mij, hebben we nog nooit een glazenwasser gezien?